de verbouwing is het belangrijkste dat onze werknemers, één, dus ze moeten zich natuurlijk prettig voelen. Maar twee, ik wil die creativiteit, die wil ik gewoon faciliteren. Ik ben hier in 2010 ben ik hier directeur geworden. Toen heb ik het van mijn vader overgenomen. Sindsdien met passie ben ik aan de gang gegaan. En ik zag dat de huisstijl die we hadden, dat was eigenlijk niet meer wie we waren. Don't compromise is eigenlijk waar ik voor sta. En don't compromise betekent, we gaan altijd voor het ultieme. Het beste, de perfectie, daar gaan we voor. De ruimtes zijn allemaal heel erg open en met veel lichtinval, mooie kleuren, heldere kleuren. Omdat het liefste willen we dat de mensen geen e-mails meer sturen met elkaar, maar gewoon praten. Elke werknemer proberen we mee te nemen in ons verhaal. Want uiteindelijk, ja, we zijn gewoon een team, weet je wel. En met z'n allen doen we het.